Zo, goedenavond, jongens en meiden. Ruim 12,5 jaar West-Friesland plat. Ik roep altijd West-Friesland plat, dat is een modern, nostalgisch programma. Die nostalgie, ja, dat pakken jullie zo op. Dat is vanzelf de West-Friese humor en de moppen eromheen. En onze taal, het moderne, dat wou ik meteen even demonstreren. Want mijn allereerste conferentie, jongens en meiden, die wordt interactief. Leuk, hè? Nou, jullie benen niet zo computerig. Nou, er hoort nog een schuine streep bij, want het is interactief en multipurpose. Ja, dat kennen jullie beter. Jullie mogen zelf weten, jongens en meiden, weer mijn conferentie overgaat. Maar ik heb even 4 keuzes. Weet je wel, want anders wordt het te laat. En keuze nummer 1, dat is moord en doodslag. Keuze 2 is de fileproblemen en de tolpoorten. Keuze 3 is de effecten en de effectieve werking van de effecten op de effectenbeurs. Kijk, er zit een knakenpoezel voor in. Dat moeten we houden. Maar je bent de enige die knikt. Want keuze 4, Jozef Maide, is de liefde. Die maar doen. Jozef Maide, liefde, het is prachtig. En weer kun je in de liefde beter beginnen als gewoon in het begin. Liefde op het eerste gezicht. Of zoals de Engelsen dat zo mooi kunnen zeggen. Love at first sight. En dan de West-Fries, die doet ze binnen wat een woord. Die begint wat loepig te kijken. En dan zei hij, nou maat, kijk je blijd. Dat is mooi op tijd, want ik wil je nooit meer kwijt. En dan heb je in de regel, heb je zo verkering. Kijk, dat moeten we houden. Liefde, het is wel leuk, maar je moet er wel wat voor doen. Kijk, en nou zie ik altijd dingetjes gebeuren, die zien jullie niet, maar ik wel. Nou zitten er een soort meiden en wijfjes, die geven een hond naar links. Hoor je nou wat anders uit? Je moet aan de gang. Liefde, je moet er wel wat voor doen. En ik kijk weer de mannen aan, want mannen, als je nou weer eens zo na 20 jaar weer eens de kriebels in je buk krijgt, dat je opnieuw ontdekt dat je verliefd wordt, dan heb ik een tip, want neem je vrouw eens mee voor een romantisch etentje. Ben ze altijd blij. Ik heb het lesten ook gedaan. Ik ben met mijn agie ben ik naar Ska geweest, naar zo'n heel chic restaurant. Naar Linke Loepie. Ik had een grote portemonnee meenomen, want dat moet eer. Ik zag het direct al, want wij kregen een tafeltje bij het raam en we kregen met 10-2 van die grote houten planken. En een keers. Ik denk, dat gaat geld kosten. En die ober die kijkt ons wat vervuld aan en hij staat hier aan zijn pols te krabben. En ik zie dat. Ik zeg, ober, heb je eczeem? Als het, meneer, als het niet op de kaart staat, dan hou het niet. Nou, ik denk dat hij alweer weer zo'n struwel. Maar ja, ik ga er toch maar met deur, dacht ik bij mijn eigen. En dat had ik eens lezen in de Magritte, dat als je een beetje in love bent, dan moet je romantisch eten en er horen slakken bij. Weet je wel, rustig aan. Dat de fan, ik zeg tegen die ober. Ik zeg, ober, nou wouden Aagje en ik, wij wouden zomaar een keer aan de slakken. Nou, hij zegt, meneer, dat kan. Welke soort slakken wou u? Ik zeg, soort, ik zeg, langzaam, hè. Nou, hij zegt, u kunt kiezen tussen 2 soorten. Hij zegt, tussen de Franse weegaardslak en de illegale slak.
Ik zeg, wat is het verschil tussen een Franse weihardslak en een illegale slak? Hij zegt, meneer, dat zit zo. Hij zegt, bij de illegale slak zitten er 10 in het huisje. Die hou ik nomen. Maar ja, voordat je trouwt bent, Jozef Meijder, gaat er altijd nog een verkeringstijd aan vooraf. En dat roep ik altijd, verliefd voor het, dat deden ze in de oertijd al, dat zal nooit aas worden. Je krijgt de kriebels in je buk of je krijgt ze niet. Maar er zit altijd wel een verschil tussen de verkeringstijd en, dat zeg ik ook altijd, dat scheelt per generatie. Mijn verkeringstijd ziet er zo uit, er waren een paar elementen, daar moest je aan voldoen. En één element was, je moest een strakke spijkerbroek houden. Mocht ook van leer. Op die spijkerbroek had je dan een strakke dito blouse met roes. En van die blouse moesten de laatste 5 knopen openstaan. En daar moest dan zo'n pluk heer uitbulken. Nou had ik die niet van mijn eigen. Dus die gebruikte ik altijd een Heugenveld tapijttegel voor. Ja, mijn moeder kon altijd zien als ik weg was, dan was er 1 tegel weg. Maar dat was nog niet alles. Naast die pluk heer moest je ook een kilo brillantine in je heer houden. Strak achterover. En dan komt het belangrijkste, je moest ook een grote brommer houden. Niet zomaar een brommer, een grote brommer en het liefst met 2 uitlaten. Als je dat bij elkaar kon vinden, had je zo een maat. Ik vergeet het nooit, ik ging destijds ging ik naar Heergewaard, naar Bleker, om een maat uit. Ik kom daar aanrezen op mijn mobiletje. 399 gulden. Met mandje. Deze nacht. Maar ja, daar reed je niet zomaar een maat mee. Dus ik had die mobilet, had ik opscholen. En ik kom er uit de bosjes vandaan. En ik zie die 2 pittige maiden staan. Ik denk, daar ga ik op af. Maar vlak voordat ik er was, kwam Dirk Kuiper aan. En Dirk was een echte nozem. Dat heer achterover en een zonnebril. Grote brommer, leren broek. En hij komt er aan en dan zie die 2 maiden. En hij geeft een trap op zijn rem. Dat hij heeft een heel spoor. En vlak voor die meiden deed hij zo'n heel krap rondje draaien, weet je, met zijn knietje eruit. Hij stopt die brommer en hij zwaait hem op de standaard en met een grote boog over die buddy ziet heen gaat hij zo naast die brommer staan. En toen hoor ik dat ene maatje tegen die aarde zeggen van kijk, 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 kijk. Volgens mij heeft Dirk Kuiper een erectie. Weer op dat aremaatje zei het, nou, je bent in de war, hoor, want volgens mij is het een Batavus. Je had dat toen al maatjes, die een was wat voorlijker als die haar. Weet je wat je toen ook nog had van die muurbloemen en van die nozems, van dat opgeschoten goed, weet je wel, die hadden wel voeding gehad, maar geen op. Dat waren de lomperikken. Lomperikken en muurbloemen, ik vergeet het nooit. Er zat hier een maatje langs de kant. En die had al tot 11:15 in er eentje zitten. En nou ja, het klopt ook wel, want het was een lullig maatje. En alle jongens hadden al over erheen gekeken. Zo'n echte muurbloem. Maar toen stapte zo'n lomperik, zo'n nozem op eraf. En hij kijkt dat maatje aan. En hij zei tegen dat maatje, moet zo'n mooie vrouw als jij op een avond als deuze nou nooit eens even dansen. Nou joh, de ogen begonnen te draaien en ze veerde heel erg op uit haar stoel vandaan. Ze zei het graag. En dan grijpt die stoel uit het mooie, kan ik zitten. De lomperik. Ja, ik heb dat lesten nou weer eens zien. Ik was in een bar en ik zat hier een jong en die was aan het aanpappen met de meid. En ik denk, nou moet ik eens even kijken hoe dat nou gaat vandaag de dag. Dat ik ging er vlakbij zitten.
Ja, want ik ben van huis uit nogal een oud wijf. En in 1, 2, 3, toen kwam er voor mij wat herkenbaars, want toen bestelde die Jon voor dat matje een bako. Ik denk, kijk, 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 die ben ook op de brommer. Ja, die is te basten. Maar ze kreeg morgen geen bako. Hij zette gewoon een colaatje in, die man. Maar de fijn, zij dronk dat op en ze wou nou wat zeggen. In 1, 2, 3 steekt die jongens een hand op. Hij zegt, stil er eens even, stil. En hij begint ze op zijn klokje te kijken en... Nou, ze zei, wat zit je op je klokje te kijken? Moet je aan de huis uit stilders? En hij weer kijken. Nou ja, ze zei, wat doe je nou? Hij zei, tst. Ja, hij zei, nou weet ik het. Nou, ze zei, wat weet je hoe laat het is? Nou ja, hij zei, dit is een telepathisch klokje. Ze zei, telepathisch klokje? Zit er daar geen batterij in? Nou, hij zei, je begrijpt het niet, maar telepathie betekent oversigning. En dit klokje, dat kan dingetjes oversignen en hij signde net wat over jou over. Nou, ze zei, gaat dan weer met je klokje, dat kent hij niet. Ja, hij zei, het is echt waar. Nou, ze zei, wat signde hij dan? Nou, hij zei, hij signde net dat jij geen onderbroek aan hebt. Ze werd heel erg een beetje kwaad. Nou, ze zei, gooi dat klokje maar weg, want er klopt heel erg niks van, want ik heb wel een onderbroek aan. Ja, maar hij zei, daar loopt een kwartier voor. Niet op je klokje kijken, hoor. Weet je wat je ook nog hebt, Jozef Maiden in de liefde? Je hebt ook buitenaardse liefde. Daar zal ik een voorbeeld van geven, want onze achterburen die zitten smiddags aan een koppie. En ze kijken in de achtertuin en laat er nou toch zo een vliegende schotel landen. Het was één bonk rook en die vliegende schotel staat er in de achtertuin en... Buurman die kijkt dus heel loepig langs de Sanseverias. Maar de damp trok op en laat er nou een heel gewoon stel uitstappen, net als jullie en ik. Een heel pittig wijfje en een kerel en de trappetje over, ze liepen naar de achterdeur en ze kloppen aan en buurman heen. Die man die zei, goedemiddag meneer, wij komen van Mars. Maar die man van Mars zei, hij zei, ik ben hier niet zomaar. Hij zei, ik ben hier speciaal voor een onderzoek. Want hij zei, wij van Mars, wij willen weten hoe jullie aardse mensen, hoe jullie leven, hoe jullie eten, hoe jullie... Ja, en we willen gewoon een onderzoek doen. Mag dat bij jullie? Hoor, buurman zei, kom maar in, koppie. En die Marsman begon meteen al te schrijven, koppie. En ze kregen er een bonk speculaars bij en dat schrijf je ook al erop. En buurman zei, blijven jullie warm eten? Nou, die Maasman zei, als dat ken, ja, als dat ken wel, we gaan aan de Uttenpraak. Maasman opschrijven, Uttenpraak. Maar ja, toen kwam het, toen zei die Maasman, als het nou helpt naar een delicate vraag. Oh, die buurman zei, wat denk je, wij wou ook graag weten hoe het met de voortplanting van jullie simpele aardbewoners gaat. Buurman zei, dat gaat je niks aan. Maar ja, buurvrouw had die knappe Maasman al eens een paar keer bekeken. Dat die meteen op het puntje van de stoel ze zat, wat wou je weten, hè? Nou ja, hij zei, ik wou graag weten hoe dat gaat bij jullie en hoe jullie het doen. En hij zei, om het nou een beetje aan de praktijk te meten, hij zei, dan heb ik ook een voorstel. Hij zei, dan ga ik met jouw vrouw naar boven. Buurman zei, ik dacht het niet, maar buurvrouw zei, direct! Dat de fijn die sting al op de trap met die Maasman. Dat buurvrouw naar boven toe en die Maasman erachteraan. En ja, buurman nam dat Maasvrouwtje maar mee. En een fijn buurvrouw legt al direct onder de dekens, want die was toch een bonk nieuwsgierig. En die Maasman die trekt al zijn kleren uit en die hoort die over die stoel heen. En toen kijkt mijn buurvrouw wat verdrietig naar beneden. Ze zei tegen die Maasman, maak eens wat vragen. Nou, die Maasman zei, vraag maar op. Nou ja, ze zei, met z'n hoeveel ben jullie op Mars? Maar die man zei, wat denk je? Nou ja, ze zei, weer doen jullie dat ermee? Oh, hij zei, bedoel je dit? En hij draait een keer aan zijn oren. En hij werd twee keer zo groot. Buurvrouw zei, draai er nog eens aan.
dat, dat draait nog een keer aan zijn oren. Nou, buurvrouw zei het nog een keertje toe. Dat de fans heb met die Maasman naar bed wees, nou, ze heb de nacht van de leven had. Want ze werd zo gezellig met rode blossen wakker. En blijd en huppelig die trap naar beneden. En buurman zat al een kop thee. En oh joh, ze was zo blij. Nou, ze zei, ze man lief, wat vind jij nou van die Maasmensen? Hij zei, ik vind het maar rare lui. Buurvrouw zei, wat dan? Hij zei, dat wijf heb de hele nacht aan mijn oren liggen draaien. Gelukkig bestaat er ook nog liefde op latere leeftijd. Ja, oh, daar kwam ik lasten pas achter. Nou wil ik ook wel oud worden. Opa Groen, Jozef Meijden, die had de kleinkinderen te spelen. Had er een stuk of drie, die waren te logeren. En hij had er de hele dag al mee aan de reet geweest. En smiddags naar de speeltuin. En oh, hij is altijd zo blij als die Joos er ben. Maar ja, hij heeft ook zijn klusjes, want hij moest smiddags gras maaien. En hij zei tegen de Joos, nou moeten jullie het even redden, want opa moet gras maaien. Dat opa Groen, die pakt de graasmaaier uit het schuurtje en die start dat ding. En nou heb je er niet zo'n klep aan die die stien alle gevangen. Dus die stienen vlogen alle die kant op. En die waren die Joos aan het spelen. Dat hij het inbaantje dan, ik denk dat wordt niks. Want straks zouden ze een stien voor de kop en dan krijg ik de schuld. Hij zit Joos aan de kant. Dat ken ik niet, want opa heb geen klep en straks een stien voor je kop. En hij deed na een baantje, maar ja, dat deed je met Joos. Dan blijven ze vanzelf zomaar spelen. Hij denkt, dit kan zo niet doorgaan. Dat hij zet die graasmaaier stil. Hij denkt, ik moet ze bezighouden. En toen kreeg hij een limoneus idee. Hij zegt, Joos, kom eens. En ze liepen naar de moestuin. En opa Groen, die trapt een paar keer op de grond. En hij trekt er zo'n grote, dikke worm uit. En die worm, die kronkelt heel erg om zijn duim en wijsvinger. Hij zegt tegen Joos, hij zegt, kijk Joos. Als jullie deus weer terugkrijgen in het gaatje, krijgen jullie van mij nog hulden. Ja, toch, dan ben ik er de hele middag af. Dat die Joost greep je die worm en opa Groen gaat weer naar die graasmaaier en dan start hem. En hij doet twee baantjes en toen riepen ze al, opa, het lukt. Hij zet die graasmaaier stil en dan loopt naar die Joost toe. En het oudste joch heeft die worm in zijn hand en die worm die sting heel erg zo stijf aan zijn stokje. Hij zei, kijk opa, en hij houdt hem boven het gaatje en hij drukt hem zo in met zijn duim. Hij zei, zo doe je dat. Opa Groen denkt, dat is ook wat, dat is een wonder. Maar ja, goed, die worm zat erin, dat er gaf ze alle drie een gulden en liep weg. Maar toen kreeg die oudste, die kreeg zeker gewetensbezwaren, want hij zei, opa, kom eens. Hij zei, wat is er, mijn jong? Hij zei, wij houden je eigenlijk voor de gek houden. Opa zat voor de gek houden, wat dan? Nou, hij zei, weet je hoe we dit nou gedaan hebben? Opa zei, ik weet het niet. Nou, hij zei, kijk, hij zei, mijn zusje, die heeft hem zo grepen en vasthouden. En toen hij omhillen gaat stuifspoten met heerlak. Ja, hij zei, toen wou hij zo weer terug. Ja. Nou ja, opa zei, beloofd is beloofd. Die gulden hebben jullie verdiend. Daar straal liepen die Joos weer op het pad te speulen. En opa, die roept, hij zei, Joos, kom eens. Nou, die oudste dacht, nou krijgen we op ons lazer. Dat die al met zijn kopje naar beneden en naar open toe. Hij zei, wat is er, opa? Hij zei, kijk, Joos. Hier houden jullie alle drie naar een knaak. Nou, ze zeiden, opa, een knaak, maar we hebben gisteren toch al een gulden had. Ja, zegt opa, dat weet ik, maar die knaak, die krijgen jullie van oma. Hij zei, die vond het ook een goed idee. We gaan er naar hier toe. Liefde, het is vanzelf prachtig, maar bij liefde, Jozef Meijden, zeg ik altijd, bij liefde hoort ook altijd vertrouwen. Als je elkaar niet vertrouwen, is de liefde ook niet zoveel waard. Die horen altijd onlosmakelijk bij elkaar, liefde en vertrouwen. Ik heb er een voorbeeld van, Klaas en Nina Bruin. Ojo, al 23 jaar smoor verliefd op elkaar, dachten ze. Maar wat ze alle jaren deden, was met z'n tweeën armpje deur naar de carnaval. Dat was voor Klaas en Ina Bruin het mooiste wat er was. En Ina deed dan zo'n heel jaar deur twee pakken maken. En als het een carnaval was, ja, dat was voor hun het feest van de leven. Vorig jaar ook had Ina twee pakken gemaakt voor Klaas Hillehaar zo'n gorilla pak.
En ze hadden zo'n ontbakkersbar gekocht. Nou, ze denken, dat is fantastisch. En voor de eigen had ze een pakje nooit een bananenpak. Ja, dacht hij, dan kan hij nou weer eens ouderwets achter me aan. Maar een fijn carnaval brak aan en de pakken lagen klaar. Maar Ina zei tegen Klaas, mijn jong, dat is nou toch jammer. Maar ik heb zo'n pijn in mijn kop, ik raak niet te carnavallen. Ga jij maar. Ho, zei Klaas, ik ga niet in mijn eentje te carnavallen. Nou ja, Ina zei, mijn jong, ik heb zo'n pijn, ik ga niet door. Maar ik heb zo'n werk gehad aan de pak. Als jij nou alleen gaat, vermaak je maar, doe het maar, ik vertrouw je. Nou ja, Klaas zei, maar zonder jou, Ina, dat doe ik toch niet. Ina zei, ga maar, het zit goed. Een fijn Klaas trekt het gorillapak aan en die raakt de carnavallen. En Ina luidt een half uur op pet en de koppijn die zakt weg zo naar de tonen. Tot het voetenend aan toe. En Ina voelde er een hele weer nieuw. Nou, ze denkt, weet je wat, de zonde, het is nog vroeg in de avond. Ik ga ook naar de carnavallen. Maar ze dacht, weet je wat, ik trek niet die bananenskil aan. Ik trek een A-pakje aan, dan kan ik Klaas verrassen. Dat ze doet een vreemd pakje aan en de mombak is voor en ze komt er in de feestzaal. En ze kijkt eens bij de bar en ging Klaas. En ze kijkt eens aan de andere kant, ging Klaas. Nou, ze denkt, wie is Klaas nou? En toen kijkt ze in de midden van de zaal en daar staat Klaas met zo'n gorilla pak met een half blote maat te dansen. Nou, toen werd Ina al kwaterig. Nou, ze denkt, jongen. Hufter, nou kan het wel. Ja, want daar was de soepel aan dansen. Hij had dus zijn knieën heen. En Ina werd al kwijt en ze gaat zo naar het midden van de zaal toe. En ze denkt, weet je wat, nou zal ik je. En ze tikt de man en ze zegt niks. En Klaas neemt zo over en Klaas bewegen en met zijn handen overal zitten. Klaas die kwam op plekken, daar had hij in 22 jaar niet geweest. Ina werd al kwijt. Show jongen, ze raakt op en neemt heel erg naar de zijkant. Er stond nog een deur open en heel erg naar buiten. En Ina denkt, ik hou mijn lippen stijf vast, maar kijk wat je doet. En toen hebben ze nou wat vreden en ze zijn weer naar binnen gaan. En Ina heeft niks uit. Ze is met het kwaad in de lijf, is ze die dans zal uitgaan. En ze is naar huis gaan en het pak onder het nest. En ze lag er naar net en toen hoort ze gerommel en toen kwam Klaas boven. Nou, ze dacht, daar zijn we heel. Klaas die komt boven met 10 slijmerige. Hoe is het nou met je kop, mijn vrouw? Ina zat goed. En hoe was het? Klaas zei, er was geen barst aan. Geen barst aan, zei Ina. Nee hoor, hij zei, ik heb helemaal niet danst. Ina zei, niet danst? Nee hoor, zei Klaas. Hij zei, ik was er een half uurtje. Hij zei, ik kon er geen mens. Hij zei, en gelukkig zag ik nog 3 oude schoolkameraden. Hij zei, en daar ben ik mooi mee geweest te biljarten in het cafeetje ernaast. Ina zei, biljarten. En Klaas keek al droeviger. Hij zei, en ik heb nou verloren ook. Ina zei, verloren? Biljarten, verloren? Ja, maar hij zei, ik heb nou 1 goed nieuwtje. Ina zei, en dat is? Nou, hij zei, ik heb mijn pak uitliend aan die rottige buurman van hier tegenover. Ben jij zo'n hekel aan jou, hè? Ja. Hij zei, en die heb het pak teruggeven en hij zei dat hij de ijverd van zijn leven had. Ik dank jullie wel.